Goedenavond. Dag dames en heren, welkom bij Wie van de Drie vanuit Theater Het Spand in Bussum. En ik begin meteen met het voorstellen van ons mescherpe panel. Hier is Goedele Likkens, Jo Braakhekken, Tineke de Groot en Marnix Kappers. Eerste ronde, wie van de drie in het panel zit? Iemand die expert is in culinaire zaken, maar een gedeelte van zijn toeleveranciers, die staan hier achter me. De eerste kandidaten, ze stellen zich nu aan u voor. Mijn naam is Bertie Brokhoff. Mijn naam is Bertie Brokhoff. Mijn naam is Bertie Brokhoff. Panelleden, lees mee. Mijn naam is Bertie Brokhoff en ik ben groentevrouw. Wilt u weten wat u moet eten? Onthoud het goed, het is de groente die het hem doet. Bij mij moet u zijn voor een kruimige aardappel, een mooie krop sla, een sappig tomaatje en een appeltje voor de dorst. Groente en fruit raken nooit uit, want het is puur gezondheid. Wat een verschil met vroeger. Geen spruitjeslucht meer, maar paddenstoelen en kruiden van over de hele wereld. En nu maar afwachten of het panel lof verdient. Was getekend, Bertie Brokhoff. Thuis kunt u ook meespelen in deze ronde en in de tweede ronde. En deze week een achtdaagse reis voor twee personen winnen naar Soes in Tunesië. Is kandidaat 1, 2 of 3 de echte? Bel nu 06 300 780. Wie weet gaat u dan straks 8 dagen naar Tunesië. Meteen na deze uitzending wordt de winnaar bekendgemaakt. Dus bel 06 300 780. Goedenavond dames. Drie groentevrouwen in het groen en rood, daar zitten ze. En we gaan voor het eerst naar het panel toe. En ik begin dit keer bij onze gast, Tineke. Doe maar. Mevrouw 1, stoofperen laat ik altijd aanbranden. Dus ik koop het liefste kant en klaar. Ja, sorry Joop, maar dat duurt zo lang. Ik ga dan weg en dan kom ik na 2 uur terug en is het aangebrand. Heeft u ze kant en klaar? Ja, in potten. En wat voor merk is dat? Wat voor soort peren gebruik je? Cayenne. Hoe? Cayenne peren. Cayenne peren. Ja. Tomaten, sappige tomaten had u het over. Wat is dat? Wat is de sappigste tomaat, mevrouw 2? Een Hollandse tomaat is altijd het sappigst. Ja? Wat is nou, mevrouw 3, een tros tomaat? Een tros tomaat, hè? Dat is inderdaad een trosje met allemaal tomaatjes erin. Ja, ja. Ja, ja. Mevrouw 1, de gezondste groente? Een hele hoop groenten zijn, de groente is gewoon gezond. Maar 1 is het gezondst? Ja. Oh, ja. Mevrouw 2? Spinazie en andijvie. Mevrouw 3? Spinazie. Nee, helemaal niet. Mevrouw. Ja, je moet ermee ophouden ook. Ja. Nee, maar wat is het nou wel? Misschien dat we dat in de volgende ronde te weten komen. Bij Marnix bijvoorbeeld. Nou, ik begin eens met mevrouw 3. Noemt u mij 4 Surinaamse groenten? Surinaamse groenten? Ja, graag. Wij verkopen niet zo heel veel Surinaamse groenten. Dus daar zijn we niet jammer. Zo thuis. Ja. Nou, dan mevrouw 1. Verkoopt u wel Surinaamse groenten? Kousenband. Ja. En, Doe maar. Ja, er zijn er vast nog meer. Wie? Ja, mevrouw 2. Wij verkopen ook geen... Wat vervelend Surinaams. Voor die Surinamers. Ook jammer hoor. Wat is raket, mevrouw 3? Een raket? Zo'n ijsje? Raket? Nee, mevrouw 1? Nee, dat is een knolgewas. Ah ja, en hoe duur is dat nou ongeveer? Nou, dat gaat gewoon per knol en 4... Ja. Wat is toch? Het is duur tegenwoordig. Duur, ja. Hè, duur, ja. De 5 seconden van Marnix zijn om en ik ga door met Goedelen. Ja, mevrouw nummer 1, het witloof van dat jij verkoopt, hè? Waar komt dat vandaan? Het witloof. Witloof. Ja, lof. Witloof. Witloof. Ja, witloof gewoon. Belgisch lof, waar komt het vandaan? Even nadenken, waar zou dat vandaan komen? Mevrouw 3, jouw lof, waar komt dat vandaan? Nederland. Wat blijft? Nederland. En wordt dat geteeld op water of op zand? Op zand. Ah ja? Ja. En hoe heet dat dan? Nou, de specifieke naam zou ik niet weten. Nee. Welk blijft het langste vers, op water of op zand geteeld? Op zand. Ja? Ja hoor. Hoe lang? Nou, of mevrouw 1 vraag ik dat. Ja. Hoe lang blijft het ongeveer vers? Een week ongeveer. Een hele week? Ja. Mevrouw nummer 2? Zou ik niet weten. Nee? Oei, dat is dat witloof, dat is werk. Ik begrijp er sowieso niks van. Nee. Mevrouw nummer 3, wat is een rijnkloot? Dat zou ik niet weten. Mevrouw nummer 1, wat is een rijnkloot? Appel. Wat blieft? Appel. Ah ja, mevrouw nummer 2, bij u? Een pruim. Kijk eens, mevrouw 2 zei een pruim en toen was het over. Goedelen, jouw tijd gaat niet meer in. Jo, ik ga door met jou. Mevrouw nummer 2, dat blanke lof van haar, van Goedelen,
Hoe blijft dat blank in de kist? Door een papier eroverheen te doen. Donkerlicht. Wat voor papier? Een blauw papier. Juist. Mevrouw nummer 1, hoe groeien spruitjes? In de knop. In de knop? Ja, in de knop. Mevrouw nummer 3, weet u dat? Hoe spruitjes groeien? Op het land. Op het land? Ja! Nee, dat begrijp ik. Ja, heel goed. Ja, ja. Niet in het zwembad. Mevrouw nummer 2. Mevrouw nummer 2, hoe groeien spruitjes? Aan een stronk. Aan een stronk, onder de oksel, hè? Zo, ja. Mevrouw nummer 2, tomaten, trostomaten. Welke tomaten zijn het eerste rijp aan de tros? Ik denk de bovenste. Mevrouw nummer 1, als een tomaat groen is en je hebt ook een rode tomaat, ja. Wat is het verschil? De ene is gerijpt en de andere nog niet. Ja. Nou, dat is dus niet waar, want ze zijn... Oh, pardon. Ja, geef je even college Joop nu? Ik kan een heel tomatencollege geven. We hebben ze alle vier gehad, alle panelleden in deze Wie van de Drie. En zij moeten zo langzamerhand hun keuze bekend gaan maken over wie nou de echte Bertie Brokhoff is. Is dat kandidaat nummer 1? Of is het kandidaat nummer 2, die een beetje minzaam lacht nu? Of is het kandidaat nummer 3, die zegt dat spruitjes op het land groeien? Nou, ik ben begonnen net met Tineke. Wie wordt het? Ja, ze wist niet wat de gezondste groente was, want dat zijn spruitjes. Maar ik denk toch dat het mevrouw 2 is, want ze wist wel wat van reine knauwen. En dat dat pruimen waren, dus 2. Ja. Jij zegt nummer 2. Ja. Dat zegt maar niks. Ja, op een goed moment dacht ik, ze zei het geen van 3. Nou, de zaal zat ook echt zo te spiezelen. Het is eigenlijk heel interessant. Mevrouw 2 wist echt het meeste. Maar ja, dat hebben we wel vaker aan de hand gehad. Hè? Dan denk ik, dan zal je zien. En dan die één die zit steeds te giechelen. En die wist ook wel veel. Die was gewoon een paar keer. Ze kunnen niet alles weten achter die toonbank. Tuurlijk niet. Was het de prijs aan mij? Zal ik mevrouw 1 eens nemen? Het is waarschijnlijk 2. Maar ik neem toch 1. Want die lacht ook leuk. Marnik, ja, jij ook trouwens. Ja, ja. Marnik zegt kandidaat nummer 1. En wat is het goed? Ik weet het niet. Ik zoek eigenlijk mevrouw nummer 4. Ik heb veel tijd verloren natuurlijk door dat Belgisch, dat Brussels lof, dat ze daar niet snappen. Maar die vraag over die Rijn Kloot, die heeft mij toch ook overtuigd. En daarom ga ik voor mevrouw 2. Juist. En wat zegt Joop? Die pruim van Goedelen, die heeft het bij mij ook gedaan. Die kloot van Goedelen, ja. Die kloot van Goedelen. Reine kloot. En dat blauwe papier wat u wist. En u wist ook van de spruitjes alles. U hebt gewoon een hele goede ware kennis. En mevrouw 1, u bent een hele leuke groente vrouw op het toneel waarschijnlijk. En mevrouw 3, u wordt zwemster. En jij zit ook kandidaat nummer 2. Dus zie ik 3 keer... Voor kandidaat nummer 2 en 1 keer voor 1 op kandidaat nummer 3 is niet gescoord. En we zullen het nu echt weten. In het pand in Bussum vraag ik, wil de echte Bertie Brokhoff nu opstaan? Ja. Dat is hij. Dat is de echte groene vrouw. Je hebt het niet, ga rustig zitten weer Bertie, je hebt het niet goed genoeg verborgen kunnen houden. Inderdaad. Maar ja, goed, een echte groene vrouw van staat dat vak en daar wil je graag voor uitkomen. Wat vind je nou zelf het lekkerste? Moet ik het eerlijk zeggen? Ja, zeg het maar. Patat. 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 Hartstikke gefeliciteerd. Dank je wel. Er is 3 keer op jou gekozen. Dat betekent dat er 250 gulden overblijft voor jullie alle 3. Niet te veel, maar... Nee. Nou, wel gezellig. Toch? Toch? Hartstikke goed. En wij willen uiteraard weten wie kandidaat nummer 1 is en wat ze doet. Mijn naam is Linda Otten en ik ben douanière. Douanière? En wie is de zwemster kandidaat nummer 3 en wat doet ze? Ik ben Renata van Oost en ik ben Rijksambtenaar. Rijksambtenaar. Hartstikke goed gedaan. Bertie Brokhoff, bedankt voor je komst en kandidaten 1 en 3. Tot straks in het 1-op-1 spel. Dank je wel. In de tweede ronde van Wie van de Drie maken we kennis met 3 kandidaten die juist graag onder de oppervlakte willen werken. De kandidaten stellen zich nu aan u voor. Mijn naam is Rob van Velzen. Mijn naam is Rob van Velzen. Mijn naam is Rob van Velzen. En dus zeg ik ook, mijn naam is Rob van Velzen, panelleden, jullie kunnen meelezen nu. Ik ben duiker, offshore duiker.
Zoals u weet hebben stille wateren diepe gronden en daarin bevind ik mij geregeld. Ik controleer de leidingen onder water, hanteer de hoge drukspuit en duik gereedschap op dat van een booreiland is gevallen. Ik werk niet graag in troebel water, maar vanaf 7 kilometer uit de kust heb ik goed zicht. Ik ben goede maatjes met haring en kabeljauw en daarmee ga ik soms schoolzwemmen. U kunt mij gerust onder druk zetten, het wordt mij niet snel te bar. Was getekend, Rob van Velzen. Heren, hartelijk welkom. Genoeg zuurstof, denk ik, hier in deze zaal. Hoewel, het is een beetje warm hier in Bussum, maar daar komen we wel doorheen. Tweede ronde van Wie van de Drie. Ik geef allereerst het woord aan de heer Marnix. Aha. Dat is schrikken. Nee, helemaal niet. Meneer Eén, okay. Hoe lang doet u dat duiken? Nu inmiddels 7 jaar. Meneer Twee, ook 7 jaar waarschijnlijk. 15 jaar. 15. Nou, dan kunt u helemaal vertellen of u onder water al iets kan bespeuren van de milieuvervuiling. Wij kunnen onder water niets bespeuren van milieuvervuiling. Niet. Daarvoor nou, dan gaan we door. Nee, dan gaan we gewoon door. Het zou zonde van de tijd zijn. Meneer Drie, Caissonziekte, beschrijft u dat eens even? Dat is decompressieziekte, Caissonziekte. Ja, maar wat zijn de verschijnselen? De verschijnselen? Ja, meneer Eén, wat zijn de verschijnselen van... Gasbelletjes ontstaan doordat de stikstoftoename er is. En die willen via de bloedbaan... En hoe gaan we dat oplossen, meneer Twee? Dat kan middels een decompressie of naar een decompressiecentrum... wat in Den Helder bij de marine gelegen is. Ja, als beste ja, centrum. Ja, van offshore naar de komen is natuurlijk even gedoe, hè? Denk ik. Meneer Drie nog... Ah, ja. Het gaat zo vlug altijd. Maar ik moet streng zijn. Waarom weet ik ook niet, maar ik moet streng zijn. Ja. Dus ben ik het. Nou, graag. Fijn. Voor mij mag je streng zijn. Leuk gewerkt. Groedelen, aan jou het woord. Ja, meneer nummer twee, dan wil ik toch nog eens graag weten wat de symptomen dan zijn als je naar die decompressiekamer zou moeten. Ja, dat is een relatief zuurstoftekort. Kun je dus zien aan de pupillen van de ogen, onder andere. De man spreekt wartaal. Meneer nummer drie, wat doe je als jouw collega die bij je is dat krijgt? Onder water bedoel je? Als hij die symptomen krijgt? Dan stop je met een decompressietank. Ja, die heb je bij altijd beneden daar. Nee, dat is waar. Dan gaat hij naar boven toe, uit het water. Dan gaat hij zelf naar boven? Nee, dan brengen we hem naar boven. Ja, en hoe snel mag jij dan naar boven? Dat verschilt gemiddeld 10 meter per minuut. Ja. Meneer nummer 2, 15 jaar, hè? Je zit veel in druk en zo. Is dat niet slecht voor je seksleven? Dat is niet, het niet programma is om daarover te praten, denk ik dat dat geen probleem is. We zijn veel van huis en dat geeft ook weer bepaalde vitamintjes. Ja. En wij moeten er helaas in stoppen, wat voedelen betreft althans. En gaan we door met Joop. Meneer nummer 2, u hebt het nou toch over vitamintjes. Hebt u een speciaal voedingspatroon? Niet echt. Nee hoor. Wij proberen zoveel mogelijk een normaal leven te hebben, uiteraard. Meneer nummer 1, hebt u een opleiding? Ja, absoluut. Welke? Gehaald in Engeland. De zogenaamde HSE, Health Security Executive. Ja, ja. Meneer 3, hebt u wel eens een haai gezien? Ja, ik bedoel tegengekomen. Ik heb wel eens een zandhaai gezien. Een zandhaai? Ja. Zo. Meneer nummer 2, welke eigenschap moet je nou niet hebben om te duiken? Angst. Je moet alleen kunnen werken. En benauwdheid, want je meneer nummer 3, gaat u altijd alleen naar beneden? Soms, dat hoeft niet. Oh, ik dacht altijd dat je niet alleen mocht. Sportduikers, die duiken in principe niet alleen. Oh, maar u wel. Ja, ja. Als het zo laat is. Ja, en dan moet het weer stoppen. Het signaal is onverbiddelijk. Ik weet niet of ik het mag vragen. Mag ik vragen of ze een horloge laten zien? Nee. Mag dat niet? Nou, mag wel, hè? Jawel. Mag ik uw horloge zien? Nee. Tijd van Tieneke gaat nu in. Ja? Ja. Meneer 1? Meneer 2? Meneer 3? Ja. Ik zei hoe laat het is. Meneer 1, hoeveel lood heeft u nodig om naar beneden te gaan? 4 kilo. Als u 2 uur onder water bent geweest... Nou, dat doen we nooit hoor. 2 uur is te lang. Ja, meneer 2, hoe lang mag u maximaal? 1,5 uur maximaal, ligt er aan welke diepte je zit. Ja, dat is bepalend. Hoeveel kilometer zicht heeft u bij een booreiland? Kilometer? Ja. Nou, druk het maar uit in meter. Mm. 6 meter hooguit. Meneer 3, heeft u wel eens in de tropen gedoken? Ja, 1 keer als sportduiker. Meneer 1? Sorry? Heeft u wel eens in de tropen gedoken? Ja, absoluut. In de Filipijnen. Waarom bent u dan teruggekomen? Hoe? Waarom? Want in de Noordzee. Dat was gewoon voor de lol. In mijn vakantie ben ik daar gaan duiken. Ja, ja. En dan doe je het voor de lol. Mm-hmm. Heeft u wel eens een reddingsactie moeten uitvoeren?
Nee, gelukkig nog nooit. Gaat u? Ja. Mag ik nog iets zeggen? Je zat net in die vraag. Mag ik hem afpakken dan? Ja. Ga je heel snel, heel snel. Gaat u wel eens alleen naar beneden? Je moet alleen naar beneden, maar je staat onder begeleiding van de supervisor. Hier boven. En nou moet ik er echt een end aan maken, want we zijn alle vier aan het woord geweest van het panel. Oh. En duiken wij in het probleem, wie is de echte Rob van Velsen? De duiker, is dat kandidaat nummer 1? Of die man boordevol vitamintjes, kandidaat nummer 2? Ja. Of kandidaat nummer 3? Ik ben bij Marnix begonnen. Die mag nu zijn keus bekendmaken. Wie denk jij dat het is? Ik vond het steeds moeilijker worden. Ik vond ze alle drie heel veel goede dingen zeggen. Dus ik ging steeds erger twijfelen. Maar ik zeg gewoon 1. Je zegt gewoon 1. Welke woord? Ja, dat is een dichtstbij idee. Goed. Jij zegt 1. Wat zegt Goedelen? Ja, nou meneer nummer 1, ik trap niet in. Hij heeft zo'n beetje een wetlook alsof hij zo uit het water komt. Maar daar trappen we niet in, hè? Ja, meneer nummer 2, die zal best wel veel van huis zijn, kan ik me wel voorstellen. Ik zie dat alleen niet met die snor en dat masker. Dus om een of andere reden, meneer nummer 3. Jij zegt kandidaat nummer 3. En wat zegt Joop, die nog in gepeins verzonken is? Door wie wil jij nou opgedoken? Moet ik dat eigenlijk door jou, Joop? Maar ja, jij duikt niet, hè? Nee, oh god. Ik heb één keer een visje uit de Noordzee moeten duiken en toen dacht ik al dat ik stikte, dus laat gaan. Nee, die pakken die zijn mij te nauw. Ik kan geen adem krijgen. Ja, ik denk dat het meneer nummer 1 is. Die, en als u het niet bent, dan moet u leugenaar worden. Hij zegt kandidaat nummer 1. Wat zegt Tineke? Ja. Ik weet niet of hij echt alleen maar met zo'n masker of dat hij echt een kap op heeft. Maar anders is zo'n snor echt heel erg lastig, dat weet ik. En dan nummer 3, dat sportduiken gewoon lekker blijven doen. Volgens mij, ik zie hem niet bij een boerenland. Nummer 1, toen hij er stond, dacht ik, dat kan hem nooit zijn. Nee, dat dacht maar hij heeft die last van die flessen altijd op zijn schouders. Volgens mij is het nummer 1 en dat horloge vond ik heel mooi. Last van flessen op je schouders, dat is een interessant beroep. Ik zie 3 keer nummer 1 en 1 keer nummer 3. Niet gekozen voor kandidaat nummer 2. En... Ik twijfel tussen 2 en 3. Nou willen wij het weten ook. Wie is de echte Rob van Velsen? Wil die nu gaan opstaan? En ik twijfel tussen 2 en 3. Snap ik niet. Hij is Rob van Velsen, Goedelen geloofde in jou. En de rest van het panel is helemaal flabbergasted. Zij geloofde in jou. Ik wil eens weten, wat is het diepste wat je ooit gedoken hebt? Dat zijn rond 50 meter. 150 meter? 50. 50 meter. En is dat ongeveer het maximale wat je kunt hebben? Of kan dat het voor de Noordzee ongeveer het gemiddelde diepte. De diepste punt van de Noordzee is 50 meter. Ja. En is dat in de Noordzee of is dat gewoon... Dat is hier in de Noordzee, ja. Ja. Goed, gefeliciteerd dat je hier was. Leuk en Goedelen heb ik jou gestemd en 3 anderen niet. Dat betekent dat jullie 750 gulden te verdelen hebben. Dat is heel makkelijk te verdelen en ook mooi meegenomen lijkt mij zo. Hartelijk gefeliciteerd en wij willen uiteraard even weten... Ja, applaus mag er zeker komen. Wie is kandidaat nummer 1 en wat doet hij? Mijn naam is Rob van Buurik en ik ben verslaggever bij het Radio 2-programma van Sta tot 7. Kijk eens aan. Rijke leugenaar dus, hè? En wie is de vitaminerijke kandidaat nummer 2 en wat doet hij? De vitaminerijke kandidaat nummer 2 is Wim van S. En ik ben beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. Nee, je hebt er een stem voor. Hartstikke goed gedaan. Rob van Velsen, bedankt voor je komst. En kandidaten 1 en 2 tot straks in het 1-op-1 spel. Dankjewel. De slotronde in wie van de drie het 1-op-1 spel. Geen groentevrouw waren Renate en Linda. En geen duiker waren Rob en Wim. Maar ze beweren alle vier dat ze een evenbeeld hebben. Jullie beweren dus dat je in een leuke act staat, dat je daarmee optreedt met een tweelingbroer of zuster. Nou, ga er maar aan staan. Het 1-op-1 spel. Ik begin met Goedelen. Oh, Linda. Een tweelingbroer of zus, wat is het? Tweelingbroer. Een broer, ah ja. En wat doen jullie dan voor een act? We hebben een cowboy act. Een cowboy act. Zeg, dat tweelingbroer, wie is de oudste van jullie twee? Hij. Hij, hoeveel minuten vroeger is hij geboren? 14 minuten. 14 minuten? Ja. Tot hoeveel kan dat maximum? Weet je niet. Nee, drie maanden stond er onlangs in de krant, zeker, hè? 3 maanden, ja, dat zou leuk zijn. Denk je dat ze het is? Goed. Ik twijfel eigenlijk, ja. Ze mag het zijn voor mij. Ik zie haar wel in een cowboy act. Ja, nou, dus staat er een bordje met ja. Dan ga ik door met Joop. Renate, doe je met je zusje een act? Ja. Nou, kijk eens, hoe weet ik dat nou? En wat voor een act?
Een dansact. Een dansact? Ja. Wat voor dansact? Showdansen. Showdansen? Mm-hmm. Oh, niet het Zwanenmeer? Nee, nee, nee. Oh, en wat voor showdansen, wat voor muziek? Ja, dat verschilt een beetje welke show we doen. Ja, je bent niet al te veel te weten gekomen, denk ik, Joop. Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Ja, ik druk maar even missies uit, dat realiseer ik me. Hij zegt het goed, je zegt het precies goed. Maar nou, wat zou jij dan zeggen? Zeg jij dan maar wat mij moet je zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik hou het helemaal voor me. Nou, de zaal, wat moet ik zeggen? Ja. Nou ja, dan kom je dus ook gestapt verder. Nee. Jij zegt nee. Nou, dus zien we een bordje nee bij Renata. En ga ik door met Tineke. Ja, Rob heeft net toegegeven dat hij alleen maar liegt. Dus waar zal ik aan beginnen, Rob? Vraag maar. Ja. Waar zullen we het over hebben? Misschien over de act die ik samen met mijn broer opvoer. Ja? Vind je dat wel leuk? Ik vind het fantastisch. Ja? Daarom doe ik dat graag. Wat doe je dit? Wat doe je? Acrobaten act. Boven of onder? Nee, geef een twee. We zitten alle twee op een tweewieler. Of op een eenwieler. Ja. Nee hoor, nee. Nee hoor. Nee, jij zegt gewoon nee. Nee. Mijn zuster had een afgelopen. Met de twee op een tweewieler. Laat even zien, dat bordje met nee. Ja, absoluut. En last but not least, maar niks. Wim, maar niks. Met je tweelingbroer. Zus. Zus? Ja. Oh, dus die hebt geen snor? Nee, dat zal ook. Zeg, wat doen jullie? Wat doen jullie? Zorgt u? Wat? We hebben een komische goochelact. Zij is mijn assistente. Ah! Ja. En je, met die ballen, hè? Precies. En moet je ook op de gooien met messen? Nee, dat is dus niet. Ja, dat waren 20 seconden. Zo te zien lang zat, voor mij niks. Hey, ik vind het... Het zou best kunnen, joh, wat of niet. Voor mij mag het hoor, ja. Doe maar. Dus jij zegt ja, ik zie twee keer ja, twee keer nee. En anders doe je het toch, hè? Eén op één spel in deze Wie van de Drie. En we willen weten wie nou van jullie vier echt in het echt, dus met tweelingbroer of tweelingzus, een act opvoert. Wil die nu op gaan staan? Nee, ja. Jawel. Dat is dus Renata. Wat precies doe je? Want je hebt je een klein beetje bedekte term uitgelaten. Ja, het is een spiegelact. Een spiegelact. Ja, met dans inderdaad. Ja, met dans, dat begrijp ik. Ik wist het wel hoor. Ja, we willen uiteraard zo meteen nog wel even zien hoe dat moet. Dus ga je zo meteen verkleden en kom terug met je tweelingzuster. Wij bedanken uiteraard ook de andere kandidaten. Jullie gaan naar huis met 3 keer 100 gulden. Dat is toch nog een aardige dag. Mooi meegenomen. Ik neem van jullie allemaal afscheid. En ook van het panel Goede Liekens. Dankjewel. Joop Raakhekken. Oh, Tineke de Groot. En Marnix Kappers. Ja. En hier is er dan Renata en haar tweelingzusje Andrea. Money in my pocket, right at my fingertips.
and Georgia, that's my favorite phrase. How lucky when I see the show, I think I'll give him a raise. How lucky, life's a bed of roses squirting perfume on me. You can spare me the blues. I don't sing in that key. And if there's a man who believes me, I am happy to say I haven't run into him yet.